Na zijn ontslag bij de koningin te hebben ingediend, kwam Lubbers niets vermoedend het hek van het paleis uitrijden. Opeens rukte een man het linker achterportier open. Hij wilde naast Lubbers gaan zitten, maar die duwde hem zijn auto uit. De marechaussee arresteerde de 50-jarige Hagenaar, die een mes op zak bleek te hebben. Wat was uw bedoeling? Sorry jongens. En wat wilt u? Dat gaat u niets aan. Lubbers heeft bij nog meer mensen emoties opgeroepen, maar dan in positieve zin. Want bij het CDA-partijbureau in Den Haag stond de telefoon vandaag roodgloeiend. Veel adhesiebetuigingen en de partij schreef zo'n 100 nieuwe leden in. Bij de VVD was het rustiger. Eén man zegde zijn lidmaatschap op. In Wassenaar, een gemeente met een hoog VVD-gehalte, heeft Voorhoeven zich niet van zijn geestverwanten vervreemd. Wat vindt u ervan dat Voorhoeven het kabinet ten val gebracht heeft? Nou, dat lijkt me een uitstekende zaak. Hoezo? Nou, de belastingdruk in Nederland is mijns inziens veel te hoog en ja, daar moet maar eens een keer wat aan gedaan worden. Ik rijd zo'n 40.000 kilometer per jaar. En waarom moet ik dat betalen allemaal? Maar er zijn zoveel die vervuilen. Slechts een enkel kritisch geluid. Schande van Voorhoeven. Hoezo? Stom. Stom om nu de CDA met de PvdA in de regering te laten gaan. Molly Geertsema, VVD-nestor en wonend in Wassenaar, betwijfelt de Voorhoeven wel het juiste moment heeft gekozen om tegen Lubbers in opstand te komen. Nou, dan vind ik dat men het wel heel hard heeft gespeeld. En dan zou ik liever gezien hebben dat ze, laat ik zeggen, een maand gewacht hadden tot de euthanasie zover was om daar een crisis op te forceren. U bent altijd een voorstander van een coalitie VVD-PvdA geweest. Je kan niet zeggen dat hij nu bijzonder dichtbij is. Hij is hierdoor zeker niet dichterbij gekomen. Had u reiskosten voor veel afgeschaft willen zien? Nee, absoluut niet. Duurdere brandstof? Hè? Duurdere brandstof? Nou, kan me niet schelen.